Hallo, ik ben Miri van het Joy Team. In dit filmpje wil ik je graag uitleggen hoe je werkt met de Trofaya, de embossing en snijmachine van Joycraft. Trofaya is stevig, stabiel en eenvoudig te bedienen. Trofaya is geschikt voor papier, karton, vellum, metaalfolie, foam en vilt. Uniek aan de Trofaya zijn de A4-platen en het lichte draaimechanisme. Trofaya is geschikt voor allerlei soorten stencils, namelijk de gewone enkele embossing stencils, zowel metaal als plastic, de dubbele embossing stencils waar het papier tussen gaat en de snij- en embossing stencils in één. Deze haal je 2 keer door de machine en deze 1 keer door de machine. Ik ga nu alle onderdelen van de Trofaya toelichten. Aan het handvat bovenop de machine kun je de machine gemakkelijk dragen. Door de vacuümhefboom met de klok mee te draaien activeer je het zuigsysteem. Hierdoor blijft de machine super stevig aan de tafel staan. Ik kan bijna de tafel ermee optillen. Vouw de platformen naar beneden en schuif de verlengstukken vervolgens naar buiten. Hierop liggen de platen die door de machine gaan. Met de hendel draai je de snijplaten door de machine. Het opbergvakje bovenop de machine kan je kleine spulletjes in opruimen. Naast het Trofaya zelf vind je in de doos ook basisplaat, embossingplaat, 2 snijplaten, embossingmat en een korte handleiding. Al deze platen zijn ook los te verkrijgen. Ik ga nu laten zien hoe de Trofaya werkt aan de hand van de snij- en embossing stencils. Hiervoor haal je het geheel 2 keer door de machine. De eerste keer om te snijden en de tweede keer om te embossen. Om te snijden plaats je de stencils op de basisplaat met de snijrand naar boven. Je plaatst het materiaal er bovenop. Het leukste is om verschillende materialen te gebruiken, zoals metaalfolie, vilt, papier, foam, vellum en spiegelkarton. Het belangrijkste is dat de goede kant naar beneden ligt. Plaats daarop snijplaat C. Plaats de platen op het platform en draai het geheel door de machine. Zoals je ziet gaat het erg soepel en erg gemakkelijk. Daarom is het ook erg geschikt voor mensen met weinig kracht. Verwijder vervolgens de snijplaat. En zoals je ziet zijn de materialen gesneden. Het foam en het vilt hoeft niet te worden geëmbost. Dus daarbij kan ik hem verwijderen. Dit is het eindresultaat. Bij de overige stencils verwijder ik het overige materiaal. Vervolgens laat ik de rest van het materiaal zitten in de stencils om dat te kunnen embossen. Het voordeel van de Trofaya is dat ook donkere kleuren geëmbost kunnen worden, wat niet mogelijk is met het traditioneel embossingbakje. Om te embossen plaats je het embossingmatje op de basisplaat. Vervolgens de embossingplaat, om daarna vervolgens door de machine te halen. Draai het geheel opnieuw door de Trofaya. Verwijder de embossingplaat en de embossingmat. En om vervolgens het materiaal van het malletje los te halen, gebruik je de prikpen om hem wat los te duwen. En zo laat hij voorzichtig los. De overige stukjes die nog in het stencil zitten, kan je verwijderen met de prikpen om in de gaatjes te prikken. Zo is hij schoon voor de volgende keer. Zie hier het resultaat. Een prachtig relief in het materiaal. In dit filmpje heb je een goede indruk kunnen krijgen van hoe de Trofaya werkt. Voor verkooppunten kun je terecht bij de meeste hobby-speciaalzaken. In het filmpje Inspiratiemogelijkheden Trofaya kun je zien voor welke creatieve hobby's je de Trofaya allemaal kunt gebruiken. Namens het Joy Team wens ik je veel plezier met de Trofaya.